Minister De Croo, u bent nu 2 jaar minister van Digitale Agenda. Hoe kijkt u eigenlijk terug op die laatste 2 jaar? Well, er is heel veel gebeurd. Digital Belgium als digitaal plan is gelanceerd en we zijn onmiddellijk beginnen maatregelen uit te werken. Tax shelter voor startende ondernemingen, een korting op de arbeidskosten voor startende ondernemingen. Digital Act die ervoor zorgt dat een digitaal document exact equivalent is aan een papieren document. Een regeling voor de deeleconomie. En intussen toch ook de algemene teneur, waar men 2 jaar geleden vaak heel negatief was over technologie, zie je vandaag in het nieuws dat digitalisering vandaag een van de motoren is voor jobgroei. Dat is een heel belangrijk signaal om ook aan onze Belgische economie duidelijk te maken dat ze die kans moeten nemen. En hoe kijkt u naar de volgende 2 jaar? Want 2020 komt ook naderbij. Een paar grote prioriteiten. Eén daarvan is het digitaliseren van de overheid. En daar willen we op een heel agressieve manier grote stappen vooruit zetten. Ook de lancering van de Belgian Mobile ID. Dat wordt eigenlijk de vervanging van de elektronische identiteitskaart door de smartphone. Die smartphone zal gebruikt kunnen worden voor toegangsidentificatie tot overheidswebsites, maar ook andere websites. En zal ook het bakje vervangen die de banken vandaag nog vaak gebruiken om financiële transacties goed te keuren. Misschien nog een laatste vraag. U lanceerde 2 jaar geleden de campagne voor een minister voor de digitale agenda. Hoe kijkt u eigenlijk naar een beroepsvereniging die mede sector ondersteunt? Maar eerst en vooral, ze heeft ervoor gezorgd dat er een minister van Digitale Agenda is, dus ik kan jullie alleen maar danken daarvoor. Maar het is voor ons een belangrijke gesprekspartner om te luisteren naar welke de noden van de sector zijn, maar die voor ons ook belangrijk is om te kunnen communiceren met de sector rond een aantal specifieke maatregelen die we vaak nemen. En ik denk ook dat het een orgaan is waar mensen een stuk vorming krijgen, een stuk zich kunnen professionaliseren in een sector die in volle groei en volle beweging is. Oké. Bedankt voor het interview.